1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ze liggen er alle 10 weer. En deze week liggen ze klaar voor... Pieter Langendijk. Dat ben ik. Je bent genomineerd vorige week. Ja, ik hoorde het. Ja, Johan. Ja. Die zegt, nou, als ik aan iemand concurrentie heb, dan is het toch wel Pieter. Dus dat lijkt me een compliment. Want ja. Johan staat bovenaan, hè, sinds vorige week. Nee, ik hoorde het. 5-4 op of zo, geloof ik. 4, ja. Ja, dat klopt. Hoeveel ga jij er raken? Minimaal wel hetzelfde, denk ik. Minimaal hetzelfde. We gaan het zien. Ja. Kom op. Ik vraag aan iedereen tactiek, techniek. En ik kwam er na de eerste aflevering dankzij Roel achter dat tactiek gewoon echt nergens over gaat. Want het is gewoon heel simpelweg de lat raken. Maar wat is jouw techniek? Ja, ik denk dat je wel je tijd moet nemen voor elke bal. Niet te snel. Mm-hmm. En ja, dan niet echt ook een techniek. Gewoon die bal moet gewoon op de lat. Maar ja, je hebt natuurlijk verschillende hoeken, hè? Ja. Ik denk dat je daar niet te veel naar moet kijken. Gewoon concentreren op de bal en op de lat. En dan moet het wel goed komen. Ik zeg focus op die 10 ballen. En neem je tijd inderdaad, ja. Zoals je al zei. Dankjewel. Succes. Ja, dankjewel. Let's go. Nee. Het leek wel zo. Ja, dat lijkt. Maar we kunnen het terugzien. Okay. Kijk maar, heel even mee. Nee, dat was niet raak. Jammer, hè? Nog 5 kansen. Ja, maar pak je rust, hè? Ja. Want dit gaat niet de echte goede kant op. Maar het kan nog steeds, hè? Ik heb alle vertrouwen in jou. Ja, komt goed. Oh! Jongen. Het kan nog steeds. Ik zie ook gewoon meteen een last van je afvallen. Ja, inderdaad. Nice, kom op. Jij denkt hier ram ik heel hard vak EE in, ja, of... Frustratie. Kom eens hier, want wat kan ik nou nog doen om jou op te beuren? Nee, niks. Nou ja, dit is niet echt mijn spelletje, denk ik. Wat ik al zei, normaal schiet ik ze altijd de goal in. Dus denk dat dat... Laten dat we daar gewoon de rest van het seizoen op focussen, is dat goed? Ja. Maar toch gefeliciteerd, je hebt er in ieder geval eentje wel raak geschoten. Ja, dankjewel. Ja. Ja, helaas, je staat toch het rest van het seizoen op het bord en daar gaan we nu naartoe. Ik kan er niet heel veel meer van maken, nee, Pieter. Nee, zelfs onder Jiggly zie ik, dan is het echt niet goed gegaan. Nee, dat is een geintje. Sorry Jiggly, was een grapje. Geeft helemaal niks, kan die wel tegen. Jawel. Ik ga jou toch danken. Ja. De lat lag net te hoog voor jou. Ja, of net te laat. Wie mag er volgende week? Daan Rienstra. Ik denk als er één jongen in de selectie is die... Johan van de kop haalt, dan is denk ik dat is het Daan Rienstra. Dat is jouw doelstelling, Johan van de nummer 1 plek af. Ja. We gaan het zien, volgende week, Daan Rienstra.